Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, dames en heren, een hele goede morgen. Op deze prachtig mooie ochtend van 15 juli 2011. Wat geweldig dat jullie er met z'n allen zijn. Kom gezellig erbij, want we gaan het vandaag over een hele mooie aflevering hebben. Een aflevering die ik als verrassing voor je heb. Want ik heb me anders uitgepromoot. Uitge ik heb me anders dan ik vandaag ga doen. Want ik heb besloten om het anders te doen. Uh, anyways, maar voordat ik daarover ga, hebben, jij gaat verrassen met een totaal nieuw item. Is mijn dankbaarheid natuurlijk groot. Want ik zal je één ding vertellen waar ik gisteren zo blij mee was: dat we over de 24.000 downloads heen zijn gegaan van de podcast. We zijn inmiddels over 24.309 downloads heen, dames en heren. ...ongelooflijk hoe dit kan, ongelooflijk wat er binnen een dag kan gebeuren. We hebben gisteren dus meer dan 300 mensen de uitzendingen gedownload. Het is zo gaaf om te zien hoe de groei ontstaat. Het is zo gaaf om te zien hoeveel we fans iedere dag erbij krijgen van de podcast. Dus dankjewel, dankjewel, dankjewel dat jullie met z'n allen op deze manier... ...mij ondersteunen en de, je eigen podcast luisteren. En een goeiemorgen Jacques, goed dat je er bent voor de tweede keer... Deze week volgens mij wellicht ben je vaker geweest. Maar thanks, thanks voor je goede morgen. Dus dankjewel, dames en heren. 24.309 downloads. We gaan keihard richting 25.000. En daar ga ik het vandaag ook over hebben. Hoe komt dat dat het zo groeit? Hoe komt dat, dat we op deze manier de exponentiële groei aan het maken zijn? En ja, natuurlijk. Vandaag is ook de ene laatste dag waarbij we de. Summer Sales Festival hebben met mijn LinkedIn... Uh, met mijn LinkedIn cursus. Uh, normaal gesproken is het 197 euro... en vandaag alleen, vandaag en morgen... is het 7 euro via www.dailybusinessboost.com Want dat is namelijk wat ik aankomende 8 weken doe. Iedere week heb ik een van mijn best... lopende en beste thuisstudie cursussen... die ik hier voor 7 euro aan je wil aanbieden. Bij deze is het de LinkedIn cursus... Uh, Haal meer winst uit je LinkedIn profiel. Er zijn uh, 12 video's waarbij je stap voor stap... over je profiel heen gaat... en ervoor gaat zorgen dat je profiel een klantmagneet gaat worden. Dus check je dat www dailybusinessboost.com en zorg ervoor dat je het aanschaft. Want weet je, beter dan dit wordt het niet. Het is zo onweerstaanbaar mogelijk. Vandaar het festivalgevoel. Goedemorgen, lieve Saskia. Goedemorgen, Marianne. En als je Saskia nog niet volgt, of als je Marianne nog niet volgt, ga ze volgen. En Saskia heeft vandaag, volgens mij, een prachtig mooie, mooi gedeelte van haar. Het gesprek met Michael Pilarczyk online gezet. Dus Saskia, zet hieronder je post van je video. Ik vond hem prachtig. Wat een mooi gesprek met Michael. En uh, ja, ik ben ontzettend trots op je. Even van afstanden. Uh, ik zeg het in haar in haar gezicht, nu ook even over haar roddelend. Dus goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Applaus voor jou, Saskia. Goed gedaan. Anyways, vandaag staat het uh, staat, uh, over. Uh, ik, zou, ik heb het gepromoot als zijnde. Ik ga het vandaag hebben over de vijf meest gemaakte fouten van ondernemers bij hun business uh, privé. Uh. Harmony. En toen bedacht ik me opeens. Uh, good morning, mijn lieve Chantal. Good morning, Richard. Ja, jullie komen tegelijkertijd. Echt een Daar komen we samen. Dat zie je meteen. Uh, fantastisch dat jullie er zijn. En ik heb gezegd, ik ga het over hebben over vijf meest gemaakte fouten van uh, ondernemers bij uh, business privé. Business, privébalans of harmonie. En toen dacht ik, ja, maar daar heb ik al maandag over gehad. Ik heb al maandag gezegd over de mythes. Ik heb al gezegd wat je allemaal niet moet doen. Ik denk dan nou, nog een keertje uh, zo'n uitzending hebben met de zeiken. Weet ik wel wat allemaal. Whatever it is. Nou, daar had ik geen zin in. Dus wat ik heb bedacht, last minute. Ik ga het hebben over twaalf boeken. Twaalf boeken die jou kunnen helpen om meer business te Privé harmonie te gaan creëren. Mijn favoriete 12 boeken. Boeken die daadwerkelijk heel veel impact op mij maken. Nog steeds. Maar boeken die ik continu bestudeer. Boeken waar ik gek op ben. En boeken die ik aan jou heel graag wil aanbevelen. Oké, okay, dus het onderwerp vandaag is 12 boeken die uh, het meeste impact en invloed op jou gaan hebben. Mijn top 12 boeken. Een helemaal een hele goede morgen. Fantastisch dat je er bent. Good morning. Good morning, lieve papa. Goed dat je er bent. Dus, guys, uh, kom even bij. We gaan het hebben hier over. Mijn top 12 beste boeken, best gelezen boeken die, ik, zeg maar, nou, boeken die ik heel graag lees. En op nummer 1, ik ga meteen beginnen op nummer 1. Good morning Helene, goed dat jullie er zijn, diegene die aan het lezen zijn. Oh, nou, laat me by the way weten in de chat, hoeveel van jullie zijn lezers? Hoeveel van jullie leest dat een boek? Vindt het leuk om te lezen? Hoeveel van jullie vinden het leuk om te beluisteren, dus audio? En hoeveel van jullie vinden boeken mooi om te kijken? Dus wie van jullie is video, wie is audio en wie leest graag? Laat me weten. Want dan heb ik een idee. Even kijken of ik hem zo kan doorschakelen. Ja, kijk, daar, daar is mijn. Uh, is meteen mijn top. Even kijken als ik mezelf hier weg zou halen. Nou, dat is boek nummer 1. Staat heel groot. Bovenaan mijn lijstje, staat boek nummer 1. En dat is het boek van Napoleon Hill. En het liefst de vertaling van. Ik zei het al, Michael Pilarczyk heeft het ooit vertaald. Een prachtig mooi boek, Think and Grow Rich. En je ziet het zelden, ben ik zo onder de indruk geweest van een boek. En absoluut, ik heb zelfs een hele zaterdag dat ik al meer dan 27 weken Think and Grow Rich aan het lezen ben. Dat is een van de mooiste boeken om te lezen, om te bestuderen. Mariana zegt: Ik luister het liefst. Saskia zegt: Ik lees graag. En luister graag. Uh, Chantal zegt audio. Helene zegt lezen vind ik heerlijk, maar neem er te weinig tijd voor. En Jacques zegt lees en luister. Fantastisch, jongens. Dan is dit boek het boek wat je gewoon moet gelezen hebben, moet beluisterd hebben. Ik bestudeer het iedere zaterdag in onze boekenclub. Al meer dan 27 weken. Ik zei het al: Think and Grow Rich. Dit is de klassieke. Dit is het succesboek. Wil je echt weten hoe werkt succes? Wil je weten hoe werken nou de succesvolle mensen? Dan is dat een must read. Want het is geen beter boek om te bestuderen die geïmplementeerd. implementeert. Het bestaat uit uh, tien hoofdstukken uit mijn hoofd. Prachtig, mooi opgebouwd. En de vertaling van Michael Pilarczyk is zeer aan te bevelen. Want hij heeft een aantal ook hedendaagse uh, twisten en uh, vertalingen daarbij gezegd. Dus waar Napoleon heel het heeft over bijvoorbeeld, over, ik doe maar wat, uh, Napoleon Hill heeft over bijvoorbeeld 100.000 miljoen mensen die dat hebben gekocht. Dan zegt hij inmiddels, na 100 jaar is het natuurlijk miljard mensen. Dus op die manier kan je ook daadwerkelijk een uh, impact gaan creëren. Dus boek nummer 1, met stip op nummer 1 staat... Tinker, Grow Rich, Napoleon Hill. En als je het leuk vindt, ik kan ook de link van mijn website... waar je al die boeken kan vinden, kan ik straks gewoon hieronder zetten. Dus als je het leuk vindt, laat me weten. Want dan zet ik de link van de website, kan je hier meteen gaan kopen bij bo bol.com. Want ik heb mijn website online gezet, met mijn 12 boeken. Misschien is dat handig. Dan ga ik even voor op me opschrijven dat ik dat straks onderaan de, onderaan de live uh, ga doen. Even kijken. Helma zegt ook heel veel luisterversie opgenomen zijn, ook in zijn media. Ja, absoluut in de meditation app, app. van Michael zit ook de luisterversie. Die luister ik ook heel graag. Ook van zijn andere boeken, fantastisch. En Saskia zegt ja, mijn video-interview met Michael Pilarczyk staat hier, ergens hier onderaan. Check it out, ga kijken en ga vooral genieten van een prachtig mooi gesprek tussen Michael uh, en Saskia. Dat gun ik jullie graag. Dus tip nummer 1 was. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich, prachtig mooi klassieker wat, wat iedereen eigenlijk moet gelezen hebben. Punt. Als je van succes houdt, als je denkt van hé, hey, ik wil graag succesvol worden, dan is Think and Grow Rich het eerste boek wat je moet lezen. Het tweede boek, ik ga snel door. Het tweede boek is het boek van Robert Kiyosaki, Rich That, Poor That. Weet je, het is zo'n prachtig boek. Er is ook een um, spel uitgekomen. Cashflow Quadrants, heel veel boeken. Dit was de doorbraak van Robert Kiyosaki. Even uit mijn hoofd in. Uh, even kijken, ergens in uh, 95, 96. Ik heb dit boek volgens mij een keer of 80 gelezen. Uh, en opnieuw bestudeerd. En dit zou mijn eerste aanbeveling zijn aan iedereen die meer business Privé balans willen hebben, vooral op financieel gebied. Dan is Reach Dad Poor Dad van Robert T. Kiyosaki een enorme aanrader. Dit is zo'n prachtig boek van Robert Kiyosaki. Het laat, het laat je exact zien hoe je kunt werken. Het laat je door middel van een prachtig mooi verhaal de. Het is een heel persoonlijk verhaal. Het neemt hij mee in, in zijn jeugd, hoe hij opgroeit met twee vaders. Eén één biologisch vader, wat hij zijn poor dad is. En één, zeg maar, zijn mentor, wat de Reach Dad is. En daarmee de verschillen tussen uh, rijke mentaliteit, arme mentaliteit, middenklasse Mentaliteit. Hij heeft gevochten bijvoorbeeld in Vietnam als piloot. Hij neemt een heleboel mooie persoonlijke verhalen. Ik weet zelfs een verhaal, Ik weet zelfs een verhaal van hem dat hij, toen hij klein was met, 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 met zijn beste vriend, want dat is het vader van zijn beste vriend, die mentor van hem, dat ze echt ging, geld gingen maken. Ze gingen in de schuur proberen van die, van die muntgelden te, te gaan drukken. Echt. Prachtig, prachtig, prachtig mooi verhaal. Uh, reach that Poor, dat is enorm aanrader. Nummer 1 en 2, al jarenlang gelezen, wordt de hoogtijd te lezen. Absoluut alleen. En niet lezen. Dit zal mijn aanbeveling zijn voor jullie. Ga het niet lezen. Ga het bestuderen. Als je Ting and Grow Reach nog, nog nooit gelezen hebt, check even aankomende zaterdag. Check mijn podcast. Iedere zaterdag heb ik een boekenclub. Ik ga door de hoofdstukken heen. Heel langzaam. Ik lees een paar bladzijden. Dan bestuderen we het samen. Bespreken we het samen. Maar dit is zo belangrijk dat je boeken gaat bestuderen. Maar daar is dus Reach That dat een enorm gaaf boek voor. En weet je, het laat exact zien hoe kun je geld verdienen. Wat is passief inkomen? Maar vooral, hoe kan je het behouden? Wat je kunt laten werken. Het, voor mij is dit het basisboek. Basisboek om je financial IQ te verbeteren. Om financieel vrij te worden. Ik beveel het enorm aan. Reach That Poor That van Robert T. Kiyosaki. Ga ik naar het volgende boek. Even kijken of ik hem kan vergroten. Het volgende boek wat ik je graag aanbevel. Even kijken of ik hem erbij kan halen. Yes, dat is het boek van mijn andere mentor. Geweldige vrouw. Jarenlang ben ik door haar gecoacht. Dat is Ferret Neta. Dat, ik zei het al hier al, ik beschouw haar als mijn tweede moeder en mentor. Jaarlang heb ik de onderhoudvloggers bij Open Circus Academy geweest. Ze was echt mijn coach. Ze was echt de, de baas bij Open Circus Academy. De vrouw van Nissan deed eigenlijk het geheime succes achter alle successen van Open Circus Academy. En ze heeft een prachtig boek geschreven. En het boek heet Financial Independence for Women. Betekent wat? Dit is echt haar missie geweest. In die tijd zeker om het goede voorbeeld te geven. Maar ook ervoor zorgen dat vrouwen. Want vrouwen hebben een andere mindset. Dat staat er ook letterlijk: take control of your money and live a balanced life. Dus echt uitgebalanceerd leven. Met al die vrouwen die continu. Met zoveel, zoveel, hoe noem je dat? Zoveel ballen omhoog houden. Of we ervoor zorgen dat ze... en manager zijn... en eigenaar zijn... en business owner... en moeder... en fulltime chauffeur... en fulltime brenger... haler... al die dingen. Dit is een prachtig mooi boek... van Farad Neta. Het heet... Financial, Inter Financial Independence for Women. Dat is speciaal geschreven voor vrouwen. Nou, nu ga ik een tip geven. Ik heb hem ook bestudeerd. Ieder hoofdstuk heeft, een, heeft daadwerkelijk een opdracht. En als je die opdracht gaat doen... is een prachtig, prachtig mooie, uh, mooie bewustwording. Maar ook je mindset verandert meteen... En Yes, uh, zeer aan te bevelen voor iedereen. Niet alleen voor vrouwen. Zelf heb ik hem ook meerdere malen gelezen, op dag geïmplementeerd. Het is een prachtig mooi boek, Financial Independence for Women. En mocht je bij de way zelf tips hebben hoe je het zelf in uh, je business en privé harmonie kan creëren, laat me in de chat weten. Wat zijn jouw tips? Wat vind jij een prachtig mooi boek? Oké, okay, laat me weten. Laten we samen elkaar helpen. Richard zegt, Saskia, heel mooi. En yes, iedereen gaat naar video van Saskia kijken. Fantastisch. Nou, ga ik naar de volgende. Het boek heet The Wild Dragon Way, John Lee. Ik heb in mijn blog van deze week een foto gepost met John en mij. Ergens in 2016, toen hij nog niet zo groot was. Zijn boek was net uit volgens mij, uit mijn hoofd. Ik heb het genoeg gehad in, inderdaad met hem een JV-event te doen. En ik heb van dichtbij gezien hoe hij dat doet. Al meer dan vijf jaar. Hoe hij het heeft opgebouwd van een eigenlijk van een... Goed doorlopend bedrijf tot een beursgenoteerd bedrijf. Van een miljoenenbedrijf naar een miljardenbedrijf heeft hij dat gedaan. Hij is fantastisch. Hij geeft zelf het juiste voorbeeld. John Lee's geweldige auteur, geweldige ondernemer. Hij is uh, geboren in Engeland in een gezin van Chinese afkomst. Zijn ouders hadden een restaurant. Hij heeft een baan gehad in ICT. Totdat hij het zat was. En omdat hij zag dat zijn ouders. Uh, heel hard werken in het restaurant en dan wist hij meteen wat wil ik niet hij heeft hele hoge functies gehad onder andere bij Walt Disney om daar uh, als werknemer te werken toen heeft hij het opgegeven om daar te werken voor zichzelf te gaan beginnen en fantastisch ik heb toen geschreven dit boek is een geweldig voorbeeld van doorzetten is een autobegrip van reizende megastar absoluut hij is geen reizende meer hij is een mega hij is heel groot John hij heeft miljoenen fans over de hele wereld toen hij begon hij was een van de eerste die begon met Clubhouse. Voor mensen die kenden John Lee begon als eerste in Clubhouse was hij de eerste die over 100.000 en daarna over 300.000 uh, volgers ging. Dus ik zou zeggen, the, the Dragon Way, even kijken hoe het heet. The Wealth Dragon Way, John Lee. The Why, The When and The How to Become Infinitely Wealthy. John Lee en Vincent Wong is de officiële. Hij heeft het met zijn mentor Vincent gedaan. Daar zit ze in vastgoed. Anyways, dit boek nummer 4. Zeer aan te bevelen van, van John Lee. Ik ga naar boek nummer 5. Een And andere mentor. Passion into Profits van Andy Harrington. Hij is niet zo bekend in Nederland. Andy kwam vroeger heel vaak naar Nederland via succesgiets. Laatste jaar niet zo heel veel. Maar het is een persoonlijk, het is een perfecte boek. En ik heb hem mogen interviewen Tijdens het, aan het eind van het event. Heb ik Andy geïnterviewd. Fantastisch. Deze man weet exact waar hij over heeft. Hij heeft met grote jongens en meisjes zoals Richard Branson, Tony Robbins, Bill Clinton op het podium gestaan. En daar heeft hij het boek Passion into Profits geschreven. Hij legt exact. Stap voor stap uit hoe je als spreker, hoe je als spreker dat werk uh, geld kunt verdienen. How to make big money from who you are and what you know. Zeer aan te bevelen aan alle experts die met een business bezig zijn, die een structuur willen en dat werk aan dan daarvan willen aan de slag gaan. Coaches, trainers, therapeuten. Lees dit boek van Andy Harrington: Passion into profits. Ik ga naar de volgende. Ja, een klassieker natuurlijk. Boek nummer 6. Boek nummer 6 is Zeven Eigenschappen van Effectieve Mensen. Ja, 7 Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey. Uh, may uh, God bless his soul. May his soul be blessed. Hij is overleden helaas een aantal jaar geleden. Maar Covey is een van de grootste succesmentoren. Hij is een geweldige man met humor. Hij heeft boeken geschreven, programma's gegeven. Ik heb een aantal dingen van hem mogen volgen. En tegenwoordig neemt zijn zoon het over, het imperium. Maar het is een prachtig mooi boek. Uh, Zeven Eigenschappen van Effectieve Mensen. Mensen, hij heeft meerdere boeken geschreven. Zeven eigenschappen van effectieve mensen, effectieve leiders, van alles en nog wat. Maar dit is heel mooi. Het zijn zeven eigenschappen die jij eigenlijk moet hebben om meer business-privé uh, business balans te creëren meer business- en uh, uh, privé-harmonie te gaan creëren voor jezelf. En het is een prachtig mooi boek, ook een van de grote klassiekers. Van Steven Okovi. En yes, zeer aan te raden voor iedereen die graag praktische tips wil. Aan de slag wil gaan daadwerkelijk om succes te gaan creëren. Hoe zorg je nou dat je dit uh, kunt krijgen? Het boek is al in meer, meer dan 20 miljoen keer verkocht. In 38 talen is het vertaald. En uh, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap is uitgeroepen. Tot de tot het belangrijkste businessgroep van de 20e eeuw, fantastisch boek. Ik vond hem echt heel fijn om te lezen en bestuderen. Dat beveel ik je ook aan. Even kijken of ik de volgende boek voor je, het volgende boek voor je klaar kan zetten. Yes, het volgende boek even kijken, terwijl ik dat zeg let's see wat zegt Pauline? toplijst Michael Plarcher komt bij ons 29 augustus in de boekenclub van Clubhuis. Kom praten over zijn nieuw boek, fantastisch de opvolger van Think and Grow Rich, yes Michael heeft, uh, volgens mij van de week heeft hij zijn nieuw boek gelanceerd, volgens mij was de eerste druk al heel snel uitverkocht dus check Michael, ga naar, zeker naar de Clubhuis van Pauline bij deze ga kijken wat hij allemaal te zeggen heeft, dankjewel Pauline voor je toevoeging, en dan gaan we naar het volgende boek, het volgende boek is The Charge, nummer 7, we hebben nog Vijf te gaan. Nummer 7 is de charge van Brandon Bouchard. Een van de grootste experts van de afgelopen vijf jaar. Brandon heeft ooit uh, een uh, accident gehad. Een, um, hoe je dat dan Accident, een ongeval gehad. Uh, is hij bijna dood geweest. En dan daarvan heeft hij een aantal boeken geschreven. Heeft hij zijn hele leven op de kop gezet. En de charge is geweldig. De charge gaat over, over hoe zorg je nou voor dat je echt continue energie hebt en energie genereert. Activating the 10 human drives to make you feel alive. Dus je kan 10 human drives hebben. Uh, 10 uh, menselijke drives. Om daadwerkelijk meer energie te gaan creëren. Prachtig mooie vent is het. Brandon volg ik al uh, meer dan. Uh, Vanaf het begin volg ik hem al 7, 8 jaar volgens mij. Hij is fantastisch. En het boek is niet anders dan dat: je leert een aantal geavanceerde methodes om jezelf op te laden, herladen zonder energie of focusverlies. Oké, okay. Brandon is een van de grootste, grootste online marketers sinds online marketing zeg maar, uh, echt uh, groot is geworden. Hij heeft binnen een jaar, herinner ik me, uh, een miljoenenbusiness opgezet. Binnen twaalf maanden was hij miljonair en binnen 24 ma maanden had hij volgens mij had hij meer dan omzet van meer dan 500 miljoen dollar. Dus hij is echt fantastisch. Zijn YouTube-kanalen uh, heeft miljoenen volgens. Brandon Bouchard is een enorm goede... Goede mentor, trainer, marketeer. En hij is, hij is de man achter alle successen van grote lansingen, van Tony Robbins, van, van Grant Cardone. En hij zit continu achter heel veel, heel veel lanceringen. Hij heeft president van Amerika gecoacht. Hij heeft grote sporters gecoacht. Hij is echt... Hij is, ik kan hem bijna benoemen als... als hij, hij is bijna net zo groot als Tony Robbins. En dat is al echt mega. Ik bedoel, hij heeft samenwerken met Mary Ford Leo, met Oprah. Uh, Brandon Bouchard is geweldig. En een van zijn boeken... Hij heeft meerdere boeken geschreven... Ik ken meerdere boeken van hem, maar dit was het uh, tweede en laatste boek, is The de, de Charge. Hij is ook van de Millionaire Messenger Motivation Manifesto. En hij heeft laatst High Performance Habits geschreven, boeken. Maar dit boek vind ik een van zijn mooiste boeken. Dus vandaar op nummer 7. Dan gaan we naar een grote mentor van mij. Ja, Roy Martina, dames en heren. Hij mag natuurlijk niet ontbreken in mijn lijst. Roy, ooit in 2003, 2004 ben ik, ben ik hem tegengekomen, heb ik hem leren kennen. En dit is een van zijn beste Boeken. Emotioneel evenwicht, Roy Martina. Ik heb de opleiding gedaan van emotioneel evenwicht. Ik heb uh, nijtherapie gedaan. Ik, heb, ik weet hoe je het moet testen, al dat soort dingen. Dus Roy Martina is een grote mentor en dit is een van zijn beste boeken. Hij heeft meer dan 78 boeken geschreven volgens mij, of is het inmiddels 85 boeken? Ieder jaar schrijft hij wel een paar. Maar dit is een prachtig mooi boek. Dit is een enorm gaaf boek. Het heet Emotioneel evenwicht. En bij emotionele evenwicht ga je het hebben over... Ik ga even zo kijken. Over je meridianen. Heb je het over je meridianen? Welke meridianen zijn er? Je hebt er 14 over je hele lichaam. Hoe kan je tappen? Hoe kan je het activeren? Hoe kan je het deactiveren? Dat soort dingen. Dus het is een prachtig mooi boek van Roy. En uh, dit was van mij. Oh, ik heb gezegd, ik volg zijn training al vanaf 2002. En het is echt, voor mij bestaat geen andere expert... voor holistische brand, benadering van het leven, emotioneel evenwicht. Dit is echt een handboek die ik zelf stap voor stap geïmplementeerd heb. Ik ken de Medianen, ik heb uh, nijtherapie gedaan. Ik heb de testen, zeg maar de, de spiertest. Ik ben door hem opgeleid. is een prachtig mooi boek. En uh, ja, als je Roy nog niet volgaan voor, volgen, Hij is een geweldige mentor. En uh, yes, uh, waar hadden we het vandaag over? Summer Sales Festival. Daar volgens mij. Daar moet ik wijzen. Daar. Summer Sales Festival. Dames en heren. Hebben we. Wat hebben we deze week? Deze week als je mijn LinkedIn cursus gaat kopen ter waarde van 197 euro is het deze week tot en met vrijdag is het maar 7 euro. Dus ik bevel je aan. Hij staat hierboven volgens mij. Even kijken. Ja. Haal meer winst uit je LinkedIn profiel. Betekent hoe zet je je LinkedIn profiel neer als klantmagneet. In plaats van 197 euro kun je deze week in de Summer Sales Festival halen voor maandag. Maar 7 euro extra btw Check www www.dailybusinessboost.com En Pauline zegt gaaf. Roy komt volgende, komende zondag 88 schijnen te zijn ondertussen. Nou, zie je, ik loop weer tien boeken achter. Dankjewel Pauline. Ja, hij, die man is geweldig. Eén inspiratiebron. En hij komt over volgens mij twee of drie weken staat ook in onze planning als gasten. Dus Roy komt deze zomer bij ons in de uitzending. Aankomt zondag bij Pauline. Fantastisch gaan volgen. Hij is geweldig. Roy Martina is een mega, mega, mega grote mentor en leraar. Let's see. Wie ik hier heb. Ja, dit is een van de mensen. Waar ik enorm respect voor heb. Let's see of ik hem erbij kan halen. Yes, uh, nummer 9. Nummer 9 staat de grote vriend van de show, meneer Bakker, Hugo Bakker. Zijn uh, ene laatste boek volgens mij, of is dat zijn laatste boek, weet ik niet eens meer. Volgens mij is dit zijn laatste boek nog steeds. Kennis verkopen online, Hugo Bakker. Dus wil je meer business en privé balans, dan is dit echt een fantastisch boek. Echt, dit is een geweldig boek. Het heet Kennis verkopen online, expert tips voor ondernemers. Hugo is een persoonlijke vriend van mij. is een vriend van de show. Geweldige gast. En hier het boek. Ja, weet je. Ik heb hem verslonden in 2016, 2017 toen hij uitkwam. Ik herinner me ieder vakantie, de, iedere vakantie. Iedere vlucht dat ik van Spanje naar Nederland kwam had ik dit boek. En Thinking Grow Rich in mijn, in mijn koffer. Heb ik hem helemaal uitgeplozen. En ja, ik heb hem van dichtbij meegemaakt. Hij is fantastisch, hij is direct, hij is, hij is to the point. Hij is heel makkelijk te lezen en hij geeft fantastisch 50 geweldige tips. Ja, zeer aan te raden voor iedereen die graag praktische tips wil om gelijk mee aan de slag te gaan met online marketing. Het, en het werkt nog steeds, ook al is het boek al 5 jaar oud, dit boek werkt nog steeds. Het boek werkt nog steeds omdat het op een principe principes gaat, over triggers gaat, over voorwoorden van uh, overtuiging gaat, over beïnvloeding gaat, wat werkt, wat niet werkt. En ik vind hem nog steeds uh, hartstikke up-to-date. Dus mocht je denken van, hé, hey, dat vind ik leuk, check het boek van Hugo, Kennis Verkopen Online. Ik zal straks hier de link zetten voor de website, voor die mensen die het heel graag willen, willen checken. Kan je gewoon, uh, ik heb alles voor je. Alles voor je neergezet, zodat je het kan uh, kopen via bol.com. Ik zal straks de website hieronder zetten. En Saskia zegt: Ja, volgend jaar komt jouw boek uit. Ja, dames en heren, we hebben het gezegd. 222 2022 komt mijn boek uit. Dat is een grote lancering. Dus hou je vast als je dat wil hebben. Pauline zegt: uh, is dat zo, Aramiek? Dat zou gaaf zijn. Absoluut, dat is de commitment die ik gegeven heb. En Hugo is nog steeds van harte aanbevolen. Absoluut. Hugo, Hugo is geweldig als trainer, als auteur, als vriend, als, als mentor. Fantastisch. Hugo Rocks. Ik ga naar de volgende. Tot zover top 9. Ja, nu komt het, de volgende mentor aan de gang. Boek nummer 10. Boek nummer 10. Om meer business- en privébalans en harmonie te krijgen. Boek nummer 10 is van een andere mentor. Dat is Ilco, winst.nl Ilco de Boer. Heeft uh, volgens mij vijf of zes jaar geleden heeft hij het boek geschreven. En ja, Ilco is Ilco. Hij is de nummer één uh, internetmarketeer van Nederland. Absoluut nog steeds. Doesn't matter wat er gebeurt. Hij, hij is en blijft de nummer één. Groter dan Ilco in Nederland bestaat niet. Er zijn nog steeds heel veel mensen die heel hard zijn best doen. Hij heeft inmiddels meer dan zeven bedrijven. Het, het heeft enorme impact op de markt. Kijk maar al wat hij gedaan heeft met Clubhouse. Kijk maar hoe die, hij hoe die als grondlegger bezig is met onder andere P. Pro, Internet Marketing University, IMU, jongens. Enorm en meld. Hij heeft heel veel prachtig mooie bedrijven. En dit boek is daar een voorbeeld van. Hij heeft hier hele praktische case studies laten zien. Hij laat zien hoe hij klanten begeleidt, wat allemaal online kan, hoe de updates gedaan worden. Ontzettend gaaf boek. En zeer aan te bevelen. Dus boek nummer 10 is Ilko de Boer. Ja, boek nummer 11. Ik ga hem meteen erbij halen. Ik heb dat boek opgemaakt, zegt iemand. Wacht even, ik ga hem even terugzetten. Wacht even, wacht even, wacht even. Dit boek. Even kijken of ik hem kan groot maken. Dus wat hoor ik nou net? Ik hoor net dat Helene. Even kijken of ik hem kleiner kan maken. Net had ik hem klein, dat werkte wel. En nu iets minder. Oké, okay, we gaan hem gewoon zo neerzetten. Helene zegt: Ik heb het boek zelf. Opgemaakt, Wat fantastisch, Helene. Gefeliciteerd. Je bent trots ervoor. Nou, weet je, we horen het nooit. Gelukkig hebben we het hier over. Ilko zegt, Helene, ik heb dat boek opgemaakt. Yes, yes, yes. En Ilko heeft een fantastische aanbeveling uh, over Helene geschreven. Check it out. En yes, absoluut. Pauline is een prachtig mooi boek. Uh, Ilko heeft een heel mooi boek geschreven. Nou, door wie anders dan Helene is dat opgemaakt. Dus go check it out. Het is een zeer aan te bevelen boek. Ik heb hem echt heel graag gelezen. En op die manier uh, heb ik veel meer informatie gekregen over online marketing. Hoe zorg je nou dat je winst gaat boeken? Marjan zegt: leuk Helene, goed gedaan. En yes, het is zeer aan de bevel voor iedereen die graag online meer impact en invloed wil creëren. Persoonlijk wil groeien. Het is een prachtig boek. Zoals, zoals je Ilko kent, hij is heel to the point. Hij is heel no nonsense. Dus is echt een prachtig mooi boek. Ik ga naar het volgende boek. En helaas is de auteur ervan overleden, een paar jaar geleden. Hij was een van de beste vrienden van Nisande. Zo ken ik hem ook. En dit boek kennen niet zo heel veel mensen. Dat vind ik heel jammer. Dit boek kennen niet zo heel veel mensen. En het boek heet... Ultimate Sales Machine, Chad Holmes. Ultimate Sales Machine door Chad Holmes is echt een basis salesboek. Een van de beste boeken geschreven. Ik gebruik het nog steeds. We implementeren nog steeds strategie in onze business. Nissan is hierdoor enorm groot geworden. Toen hij dit boek ging implementeren, heeft het enorm, enorm, enorm impact gehad in zijn business. Maar heel weinig mensen kennen Chad Holmes. En helaas is hij volgens mij ergens in 2000... 2007 of 2008 is hij overleden door een ongeluk. Maar hij is een fantastisch boek. Nog steeds kun je heel veel strategieën eruit halen. Niet de heel veel mensen kennen hem. Maar Chad is een van de, meest, de minst belichte sales experts. Hij is echt een expert. En maar vooral hoe je sales en follow-up processen kunt verbeteren. Ik heb jarenlang met Nissan gewerkt en zijn bedrijf. Aan de hand van dit boek zie ik groeien succesvol worden. Absoluut. Het is Praktisch, het is makkelijk. Ik heb altijd de, de quote van hem van pigheaded, determination en focus komt uit dit boek. En het is een praktisch boek. Ik heb hem als luisterboek eens gelezen. Daarna heb ik het uh, uh, gehoord. Daarna uh, gelezen. Prachtig mooi boek. Chad Holmes met Ultimate Sales Machine. En by the way, mochten jullie ook zelf een tip hebben... laat me weten, jongens. Uh, Helene, Pauline, Marianne, Helma, Saskia, Chantal... als je zelf een boek hebt dat je zegt van... of Richard, als je zegt... hé, hey, ik heb een boek, die beveel ik van harte aan... om je meer om je te helpen bij uh, je bij, uh, business... of business-privé-balans en harmonie. Laat me weten. Laat me weten, ik lees hem graag hieruit. All right? Dus we hebben nu elf boeken gehad... 11 boeken. Hoe zorg je nou voor dat je meer in harmonie komt? En dan is het boek nummer 12. Is een, een zwaar boek, zou ik zeggen. Maar het is echt een boek wat niet mag on, ontbreken op je lijst. Maar laat me weten, guys, als jullie, als jullie nog, een, uh, nog een paar ideeën hebben. Of als je een paar tips hebt. Want vandaag hebben we het over thema's deze week. Business, privé, harmonie. Hoe zorg je dat je meer in harmonie komt met je, met je business, met je privé? Hoe zorg je dat dat niet door elkaar heen loopt? Dus harmonie, samenwerking. Ik geloof niet in balans, want balans is continu 50-50. Harmonie is altijd 100-100 Daar gaat het over. Dan ga ik naar boek nummer 12. Even kijken, let's see. Of, ja, boek nummer 12 is... Money, Master the Game van Tony Robbins. Money, Master the Game van Tony Robbins. Prachtig mooi boek. Echt zo'n dikke pil, by the way. Moeilijk doorheen te komen, dat zeg ik je al meteen. Money, Master the Game is een verzameling van allemaal één-op-één één gesprekken. Één-op-één één interviews met meer dan vijftig vooraanstaande financiële top-experts. Zoals Warren Buffett... Zoals Warren Buffett. Tony is zelf een icoon natuurlijk binnen de persoonlijke zaken, financieel groeimarkt. Heeft dit boek een zeven stappen plan, een blauwdruk gemaakt. om je te helpen hoe je financieel vrij kunt worden? Prachtig mooi boek. Echt zeer aan te bevelen. Alleen neem je hebben geduld mee. Want interviews zijn soms te diepgaand. Het gaat over heel veel vakjargon. Maar ik, ik beveel hem aan als uh, als boek omdat het je bewustzijn vergroot je, het geeft je heel veel goede informatie en vooral voor alle mensen die heel graag als expert willen worden gezien, je hoeft het niet zelf uit te vinden, let op boek 12 en boek 1 is het voorbeeld van zoals we dat noemen een reporter based marketing, reporter based expertise oké, okay? hij heeft 50 mensen geïnterviewd, daar heeft hij een boek van gemaakt Think and Grow Rich, Napoleon Hill heeft zoveel mensen geïnterviewd, heeft hij daar een boek gemaakt dus ga niet denken, oh boek schrijven is moeilijk al dat soort dingen, je hoeft alleen maar al die mensen te gaan interviewen, dan heb je al een boek. Ik bedoel, ik heb al meer dan 50 experts geïnterviewd met toen 21 tips. Mijn boek ligt al klaar. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop dat jullie begrijpen dat mijn boek al lang klaar ligt. Mijn boekenreeks ligt al lang klaar, want ik heb de interviews gedaan, dames en heren. Oké? Okay? Ik ga even snel door de, door de lijst heen. Terwijl Helma zegt, ja, Miracle Morning van Hal Elrod. Absoluut, prachtig mooi boek, zeer aan te bevelen. Even kijken, ik ga gewoon door de, door de lijst heen. Doe even je ogen dicht, gaan we naar nummer 1. Is Think and Grow Rich, Napoleon Hill, de vertaling van Michael Plarchek. Nummer 2 is Reach That Poor Dad, Robert Kiyosaki. Nummer 3, Financial Freedom for Women, uh, Ferret Neta. Nummer 4, The Well Dragon Way, John Lee. Nummer 5. Passioning to Profits van Andy Harrington. Nummer 6. Zeven eigenschappen van effectieve mensen. Steven Covey. Nummer 7. Brandon Bouchard met The Charge. Nummer 8. Emotioneel evenwicht van onze grote vriend Roy Martina. Nummer 9. Kennis verkopen online. Experttips voor ondernemers van Hugo Bakker. Nummer 10. Winst.nl van Ilco. Dat heet Succesvol Dankzij het Internet. Nummer 11, Ultimate Sales Machine by Child Holmes. En nummer 12, Money Master the Game. Dit zijn de beste boeken die ik voor je heb uh, apart gelegd. Dus uh, straks zet ik de, 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 de link en hieronder de chat en onder de podcast. Kan je gewoon checken. Check de boeken uit. Het is dus de directe link naar. Uh, Bol.com heb ik al voor je gemaakt. Kan je dat eventueel aanschaffen. Check it out. Even kijken wat zegt uh, Helma nog meer. The six Habits That Will tra Transform From Life Before 8 AM. Geen idee van welke schrijver is dat? Richard zegt: uh, Wat ik heel veel van heb geleerd, Spencer Johnson, wie heeft mijn kaas gepikt? Ja, absoluut. Mooi boek, uh, Richard. Uh, Pauline zegt: uh, die, die guru van Raymond de Loze. En elke, elke Wis met ze leefde nog met. Ze leefde nog lang en gelukkig. In mijn podcast lezen ze een stuk voor uit deze boeken. Net nieuw. Zie Paulines podcast op Spotify. Fantastisch. Mariana zegt, hey, ik moet verder. Dank, een fijne dag Aramiek. Hartstikke goed. Super dat je er was. En oh ja, Master Your Mindset natuurlijk van Michael. Uiteraard. En zijn nieuw boek, ik heb hem nog niet gelezen. Ik heb hem pre-ordered. Hij is er nog niet. Je bent wat je denkt. Vertaling van, tenminste een vrije, vrije combinatie van uh, as, uh, as, as The Man Think It. En uh, nou, die hebben we hier liggen. En uh, nee, noem eens wat. <laughs> wat is dit? Ach, die combinatie As The Man Think It en... Ja, The Size of Getting Rich. Dat is het. Dat is het boek van Michael, wat. onder... Um, uh, hoe heet dat uit is gekomen? Ah oh, ja, het is ondertitel van Miracle Morning zegt ze. Ja, oké okay, helemaal. The Six Habits That Will Transform Your Life before 8 am. Ja, dankjewel. Uh, mocht je nog meer tips hebben, laat me weten terwijl ik naar de afsluiting ga. Nogmaals, de Summer Cells. Even kijken die andere kant op. Nee, hoe zet ik dat daar? Ja, jongens, ik laat mijn kaarten vallen. Wacht even. Het is live, je ziet het, mijn kaarten vielen. En ik wilde heel graag iets doen wat niet handig is, die kant op. Even kijken, zo. Nee, die werkt niet, dus die moet eigenlijk zo. Oh, zo zo, oh, Nou, dat whatever. Summer Sales Festival, dames en heren, deze week. Ga naar www.dailybusinessboost.com. Zorg dat je de LinkedIn-cursus in plaats van 197 voor 7 euro gaat aanschaffen. 12 prachtig mooie video's om je profiel om te turnen van een een of ander suffe side-profiel naar een klantmagneet. Waardoor je iedere dag downloads krijgt. All right? Daar gaat de Summer Sales Festival van deze week over. Laat me weten als je nog tips hebt voor de boeken. Ga ik het nog voorlezen, want ik ga naar mijn favoriete onderdeel van het programma. Terwijl ik Jasper van Rooij. Ik, zie, ik iets zie binnenkomen. Jasper zegt: boek van Nederlandse bodem. Jos Burgers wacht niet op de wind. Ga roeien. Ja, prachtig mooi boek. Dankjewel, Jasper. Geweldig mooi boek van Jos Burgers. Even kijken, dan ga ik naar de item. Mijn favoriet item van de dag. Komt-ie aan? De blessing of the day. Nee, nee. The blessing of the day. Deze kaart gaat hem worden voor van vandaag. Oh, kijk, een van de mooiste kaarten. Wat is de kaart? Wat zegt de kaart? Live every day with an attitude of gratitude. Prachtig mooi. Volgens mij is dit door Tony Robbins. Yes. Live every day with an attitude of gratitude. Hij is de laatste nummer 12 op de lijst met Money Master the Game. Een prachtig mooie kaart van Chantal. Check it out. 62 prachtig mooie inspiratiekaarten. Uh, ze heeft een special summer deal voor je via www.mixmediafan.nl. Zorg dat je die gaat halen, want ze doet het fantastisch. Volg Chantal. Op LinkedIn, iedere ochtend, maakt ze een prachtig mooie post met een van deze kaarten. Dankjewel, dames en heren. Dit was het voor vandaag. En anders dan aangekondigd, maar we hebben het gehad over twaalf, twaalf van mijn favoriete boeken. Hoe zorg je dat je business en privé... In harmonie gaat, want dat is het thema van vandaag. En morgen gaan we het afsluiten met zeven simpele stappen om het iedere dag te doen. Want de meeste mensen denken: Oh, het is een harmonie, ik moet er heel hard voor werken. Morgen ga ik het hebben met zeven makkelijke stappen die je iedere dag kan ondernemen. voor meer, meer harmonie, meer beweging, meer vrijheid, meer passie in je, in je business en in een, in een privé-harmonie, zoals ze dat noemen: privé-balans. Zorg ervoor dat je daarbij bent. Morgen om tien uur zie ik je heel graag. Dankjewel, iedereen die er was. Hele mooie dag. Maak maken een prachtig mooie donderdag van. Dankjewel Saskia, Jasper, Helma, Pauline, Marianne. Even kijken wie waren er nog meer Helene, Chantal, Richard. Oh, er waren zoveel mensen online vandaag. Thanks, thanks dat jullie er waren. Ik zie jullie graag morgen om 10 uur. Same place, same time. See you later. Hasta luego, amigos. Later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu, helemaal gratis, mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Yeah, adios amigos. Hasta luego. Tot morgen dames en heren. I love you all. Doeg allemaal. See you later.